Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Harry Potter Generations met Rusty Ox. Ja, we zijn er weer. We zijn er zeker weer. De vorige aflevering hebben wij trollen in elkaar geslagen. Helaas staat Rusty nog steeds voor, omdat hij vals speelt. Oh, nou en... is het omdat ik vals speel. Nou, dat was het al de hele tijd hoor. Dit is al de zevende aflevering dat jij vals speelt. Oh, ik wil zeggen, ja, ik ga nu lekker naar toverdrank en gezellig naar Snape. Ga jij maar gezellig naar Snape. Ik ga eventjes ouwe hoeren met MacG. Eventjes met MacG even babbelen. Ja. Ja, maar goed, gezellig. Zeggen met haar punten aftrekken en toevoegen en... Ja, vuile bit. Vuile bitta. Ja. Vuile bitta. Nee, mijn link komt doorlopen. We moeten naar de kijkers. Dus op doorlopen, anders ga ik die deur gewoon voor dicht gooien. Op de kaart, op de kaart. Ja? Weet je dat dit al de 12e video is die ik vandaag opneem? De 12e al? Ja, ik heb al 11 video's voor mezelf opgenomen vandaag. Zo. Mannen zitten in die grind. Ja, ik was onverwachts vrij vandaag. Ik dacht van, dan ga ik er ook alles uithalen ook. Ja, gelijk heb je. Aardig van haar dat ze ons uit de brein helpt. Nee, ik wil zeggen, ik heb deze week nog niks voor mijn eigen kanaal opgenomen, maar genoeg voor die van Jordi. Wat hebben jullie opgenomen? Ja, we zijn nog even met een projectje bezig met tweetjes. Even in een Soul Linkje. Een Soul Linkje? Welke game? Van alles. We hebben eerst die series van mij afgemaakt en nu zijn we een beetje voor hem bezig. Maar welke Soul Link dan? Met Goblin of Sapphire. Ah. Dat zijn wel de leukere games. Ja. Oh, wacht. Volgens mij ben ik alweer aan het trouwen. Oh jee, even zeggen, ik loop nou de kijkers in. Wacht. Wat is Z ook alweer? Ik weet niet welke knop jij Z ingesteld hebt. Zo. Potter, waar zou jij zoeken? Ja, nou, vertel... Dat is wel een makkelijke oplossing om van die vraag achter te komen. Hallo Hermeline, weet jij welke hoe dan? Vanochtend hebben? Ja, als je afhankelijk daarvoor op Snape gebruikt. Oh ja, precies. Dan ben je dan van die vraag af. En je bent ook meteen van school afgestuurd, dus meteen ben je meteen bij de credits. Meteen klaar. Ja. We zeggen, dan hoeven we de rest van de games ook niet meer te doen. Nee. Easy win. Ja, zeg dat. Oh ja, we krijgen nog meer. Hey Harry, wil je ruilen? Niet? Nee. Ik dacht, we krijgen nog meer ingrediënten die ik moet halen, maar dat valt reuze mee. Misschien komt het nog. Ik ben er bang voor. Snape kennende. Ja, ook hij is zo'n vuile bitta. Ja, zeg dat. Ja, hij is erger. Nou, hij is een nog vuilere bitta. Kan ik je toevallig... Ja, ik kan die flesje vullen. Oh ja, hij gaat weer jatten van Snape. Nou, natuurlijk. Nee, het voordeel is dat drankje, als ik nou dood ga, dan hield hij mij meteen. Dus dan word ik niet teruggestuurd. Dan kan ik gewoon doorgaan met de fight. Aha. Even wat anders, hè. Ik ben vergeten een timer te zetten. Ja. Nou ja. Ja, gelukkig geeft de recording ook een timer aan. Ja, dat weet ik, maar ik vergeet daar wel eens naar te kijken. Oh ja, dat kan gebeuren. Nee, nou heb ik het wel mee in de gaten. Ik zet hem nu aan op 16 minuten, dan klopt hij precies. Of nou, helemaal bijna precies. Komt er in ieder geval close, meneer. Ik mag naar kruidenkunden. You may go to the kruidenkunde? Ja, ik mag gezellig naar dan professor... Dan ga je zeker Defendo leren, of niet? Ja, zeker. Zekering. Ja, zekering. Bron, hup, tempo erop. Is het trouwens te bedenken? Volgens mij krijg je na deze les de bezem. Jullie hebben alle ingrediënten voor de Wiggeweldrank verzameld. Ja, als ik het goed heb, hè. Zit in die grote... Weet je wat ook fijn zou zijn? Als Snape een keer zijn bek dicht haalt. Ja, die vent kan me toch op partij lullen, joh. Uh-huh. Waar zou jij zoeken als ik om een bezoar? Nou, ik zou zoeken daar dan? In jouw anus. Geen idee, meneer. Je hebt je boeken zeker nog niet open gehad, hè, Potter?
Oké, ik was, ik was aan het luisteren naar die gast die mij zou vertellen was een rondiebeeld er ineens een heel levensverhaal weer tussen gooien. Tegen de meeste soorten die gast zou zeggen, hé Harry, wil jij ruilen? Ja, nou, hij zegt het inderdaad. Het tegengif voor gewone vergiften. Hij zegt inderdaad, hé Harry, wil je ruilen? Nee, ik kan met hem praten als je dubbele tovenaarskaart hebt. Wow. Neem deze ingrediënten mee. Zie je, voor de volgende keer moeten we die ingrediënten. Hij heeft het gezegd. Ja, maar hij noemt er geen. Jawel. Oh. Slijm van de flubberworm, maandauw en nog iets. Oh. En, ja, ik wil zeggen, bij de eerste liet hij het boek zien, maar dat deed hij bij deze niet. Maar ja, Defender heb je nodig om daar bij te kunnen komen, dus... In de muur? Welke kruipruimte? Ik zie alleen een kapot raam. Ja. Dat bedoelt, Strink. Oh, je moet door het kapotte raam heen, oké. Okay. Oh, wacht, er ligt er eentje achter Harry ook nog. Ja, wat fijn dat ik terug mag komen met lokaal professor Strunk. Wat fijn. Professor Strunk is een stuk jonger in deze game dan... Dan in de films. Dan in de films of in de boeken. Nou, laten we eens kijken wat we hier moeten gaan doen. Kijk, is hier al iets te vinden? Ik zou daar even wachten totdat ik er ben. Nee. Ja. Nee. Ik heb hier geen goed gevoel bij. Ik wel. Wel? Ja. Oké, als jij het zegt. Ik krijg namelijk de ik krijg namelijk de bladzijde van een... Oh, hell no. Nog één. Maar dat zat niet in de boeken. Nee, dat staat ook niet in de film. Nou, Harry was fijn gekend. Oh, gaan we doen? Homerun? Oeh. Oh, dus dit is Pacifico achter het stambeeld, oké. Okay. Dit wordt nog leuk. Dit wordt nog heel interessant. Maar ik ging er niet vanuit dat we twee trollen gevecht gingen houden. Nee, dat vind ik ook een beetje bullshit. Trol, ga eens even van dat ding af, dan kan ik erop staan. Tuurlijk. En op dat moment vliegt Harry geen Sponsifico. Sponsifico. Harry, vuur dan Sponsifico, jongen. Deze toverspreuk wordt ook wel Defendo genoemd. Hoppatee. In de muur is wacht, er ligt daar gewoon een kikker. Kom hier. Kikker maar heen. De Defendo-uitdaging. Meneer Potter, als u even naar voren wil komen. Meneer Potter, als je even naar voren wil komen. Oh, kom op. Kom maar, Trol. Kom maar. Geef mij maar nog een keer. Val maar even in slaap. Is de Defendo-spreuk van u. Daarna komt u terug. Komt er maar. Nog twee keer. Komt er maar. Meneer Potter. Harry, dat is de verkeerde kant op, jongen. Goed zo, Harry, je snapt het. Hij kan wel goed schreeuwen, dat kan hij wel, die troll. Ja, schreeuwen zijn... Ik moet nog één keer. Dan heb ik hem dood. Ik kan ook gewoon hier op dat ding blijven staan. Harry, vuur dan Sponsifico, jongen! Kees! Echte Kees, hè? Ja. Kom maar. Ja, ik heb hem dood. Slaap, kindje, slaap. Daarbuiten liggen veel magische geiten. Of schapen, weet ik het. Een troll. Ik weet hoe die moet verslaan. Ron en ik hebben een leven van een troll gemaakt. Genix. Oh, nice. Wat een kutkikker pakken. Thank you, Wally. Hé, er ligt gewoon... Oh, als je hem dood krijg je een uitdagingsschild. Nee, ligt hier nog iets. Er ligt hier. Oh, is die keten van de koeken. Kijk, ligt er nog iets meer? Niks bijzonders van een kikker of zo? Nee, natuurlijk niet. Trol, je ligt in de weg. Oh, Harry, rustig. Blijf staan. Wel laat je het trouwens maar vallen, want volgens mij is hier een kaart. Oh, een uitdagingsschild. Mooi, die moet ik hebben.
Die moet ik hebben, of wel Milaan niet kunnen winnen. Nou, ik weet nog niet of dat lekker is, Harry. Tenminste, of ik heb het nooit gehad. Eén van de twee was het. Harry, wil je wel op die bom blijven staan, alsjeblieft? En niet je nek breken? Oh, je hebt hem bijna. Auw. Oh, dat is Lumos. De controles hadden me te pakken. Ik deed Lumos oplaaien terwijl ik Flipper moest hebben. Waar is dat boek? Ik zou goed zoeken als ik jou was. Ja, dat... Oké, dit is er sowieso eentje voor je moet terugkomen. Ja, dan moet je... Moet ja, dan je moet je die vent over hebben. Ja. Ja, want ze gaan niet dood. Oh, komt hier. Oh, spreek het over de duivel. Hallo, boek. Een uitdagingsschild. Ik heb het Defender boek gevonden. Het verstopt achter de geheime... Oh jee. Waarom is het altijd weer een boss fight? Oh, jullie zijn eigenlijk nog die geesten, oh jee. Ja, hup, terug. Ah, foei, bibber. Oh jee. Oké, op de skiding. Waar is die? Kom hier. Nee, jij ook af. Oh, auw. Oh. Harry, jongen, ga niet tapdansen. Ga Lumos gebruiken. Nou, fijn, net op het moment dat ik Lumos doe. Kan het niet dit? Ja, dat kan zeker. Ja, ik verbied het gewoon. Oeh. Nou, Harry, hou je rug in de gaten, jongen. Kijk, hoppatee. Na succes, die zijn een stuk sneller dan die geesten die jij gewend bent. Ja. En we hebben geleerd in Defendo. Lekker brain. Kijk, en dan doen we die gewoon op ei. Ja, Harry, daar gaan we nog niet heen. We moeten eerst terug. We moeten dat uitdagingsschildje pakken. Oh, je moet eerst Flipendo doen en dan Defendo. Oké. Ah, zo werkt het dus. Harry, jongen, eet dan gewoon, joh, pannenkoek. Zo. En we gaan door. Milan begint namelijk gevaarlijk erbij te komen, dus we moeten gewoon meteen door. Hé, hey, dat is de nieuwe gezondheidssmaak, Harry. Ja. Met je gassmaak. Lekker, man. Ja, heerlijk, joh. Ik heb er gewoon trek in, joh. Heerlijk.
hier komen. Oh, hey, mijn smekkies! Jij dief! Ik denk dat gewoon mijn smekkies hier. Ja, zo stoort. Het Defendo spreukenboek. Tuh! Oh! Hallo, kist! Kom jij eens even hier? Dit ben ik wel nog meer littekens hebben. Nou, hoef je alleen maar naar Voldemort te vragen. ja, dat kan natuurlijk ook. Ik zal eens even aan hem vragen als ik hem zie van... Hé, hey, Voldemort, ik heb meer littekens nog. Grijp eens even een paar bij, jongen. Eens even kijken. Een uitdagingsschild. Oh, dat is Lumos. Die moet ik hebben. Oké, okay, waarom heb ik die Defendo moeten doen op iets wat niet naar beneden valt? Camera, dank je. Ah, dat. Crafty. Zo werkt dat dus. Oké. Okay. Dit verklaart alles. Je gaat op dat ding staan, je valt naar beneden, maar volgens staat Harry ineens op het gas. Makes sense. Tuurlijk. Ja, joh. Oh, nee. Waarom... Oh, dit wordt echt een drama, dit. Oh, dit kan nog erger. Tuurlijk. Er is nog een troll aanwezig. Ketelkoek. Kettelkoek. Oh ja, jij heeft me toch gezien. Hé, hey, troll. Milan komt zo. Zeg, die wil vast wel even gezellig bijbabbelen. Dus ja, die vindt het heel gezellig met jouw troll, dus komt er zo aan. Een uitdagingsschild. Een uitdagingsschild. Oeh. Hedwig. Oh. Omhoog, Harry. Oh, jou had ik niet zien. Flipendo en dan een Defendo. Heb je dit ook allemaal gedaan? Nee. Oeh, ik ga een hoger punt halen dan jij. Ik weet niet eens waar je zit. Ja. Ik ben de brug nog niet over gegaan. Die beneden was nog allemaal content. Oh. Maar ja, daardoor loop ik wel achter, dus ik weet eigenlijk niet wie het nou slimmer speelt. Ja, dat... dat is een hele goede vraag. Ho! Zeg, want het gaat erom, als eerste de credits haalt. Precies. Zo, die kan mooi vliegen. Die hele imp, die vloog gewoon een kilometer of drie. Ja, daar zijn imps voor. Hé, hey, nog een uitdagingsschild. Omdat ik een imp in zijn kooi heb opgesloten. Oh, wacht. Is dit... Nee. Oh, echt. Die controls die je op het scherm ziet en op de controle zijn echt verwarrend. Ja, dat is echt kut, hè? Ja. Net als dat het me niet... Oh ja, nu wel. Nee. Die moet hem laaien. Ah. En hij pakt hem... Hij ziet hem elke keer niet. Oh. Oh, we gaan hier even kruipen. Defendo. Oh, dat kan natuurlijk ook. Defendo. Camera, werk even mee. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Is dit ook... Je gaat me niet vertellen dat dit ook een bos is, hè? Jawel. Oh ja, dat is die ene bos die later terugkomt als je... onder Fluffy bent, zeg maar. Oh, ja. Dat is die bos die super kut is. Oh, hallo professor Stronk. Defendo. Oh, oeh, je hoeft er niet tegen te vechten. Tegen professor Stronk niet? Nee. Nee, zelfs, nee, ik bedoel tegen die plant. Ja, dat snap ik. Waarom werkt dit allemaal niet? Camera.
dank je. Oh, tijd is om. Oh, ja, ik wil zeggen, ik sta toevallig net in haar lokaal, dus u kunt afsluiten. Oh, zo jammer dit. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.